Helemaal superleuk dat je kijkt. Ik ben Nanne. En ik ben Anouk. En we gaan het hebben uiteraard over het WK. Het is 5-1 geworden voor Nederland. Hadden wij nooit verwacht, want we hadden een pool eerst. Waar het, Anouk zei onder andere 2 tegen 0,5. Ja, ik zat er toch niet ver naast bij mijn 5. Ik zat er al 5 in. Inderdaad. We gaan het hebben met Simone en Manon over hoe zij het hebben beleefd. En Noah komt eventjes reflecteren over hoe het nou echt was. Ja, ik ook. Ik ga het ook hebben over voetbal. Ja, en? Ja, ik ga het natuurlijk hebben over mijn paradie. Goed, dit was nieuw van 14 juni. Yes, naast mij 3 hele knappe dames, maar we hebben ook nog Noah de Zeeuw van de Filmfabriek. Oh. Kom er even bij, jongeman. Als mijn dikke kommentroon uit is. Dat ik hier als zijnde filmjongen kom over praten over voetbal. Je, jij bent mannelijk en jij weet gewoon alles van voetbal en jij weet precies wat er gebeurd is. Dus de vraag is, hoe heb je het gisteren beleefd en wat is nou eigenlijk gebeurd? Ik heb Ik heb gisteren een voetbalwedstrijd in de bioscoop gezien. Niet voor je gezicht houden. Niet voor mijn gezicht houden. Maar dat was heel erg vet. Je had gewoon lekker loungeplek en zo, dus dat was top. Maar toen kwam Spanje en die scoorde met 1-0. En toen dacht ik, jongens, het is voorbij. Nee, maar wacht, luister. Moet je bijzeggen dat het penalty was en dat hij niet terecht was natuurlijk. Oké, inderdaad. Nee, de penalty was onterecht. En ik ga je vertellen waarom. Want het was zo dat Diego Costa op het been van Ron Vlaar, nee, van Stefan de Vrij, stapte. Waardoor hij weggleed. En daardoor kreeg Spanje een penalty. Echt volledig onterecht. En scoorde Xabi Alonso ook nog die 1-0. Maar wat ik echt hoopte en wat ook daadwerkelijk gebeurde was dat in de 44ste minuut, 1 minuut voor de rust, de 1-1 werd gemaakt. En er is niks lekkerders dan met 1-1 de rust ingaan. Spanje dacht, fuck shit, ja, we konden gewoon 1-0 voor staan in de rust. En dan maakten we het volgende. In de tweede helft. En daarna, in de tweede helft, wasten we er gewoon lekker overheen. Toen kwam, even kijken, Arjen Robben met een mooie actie, schoot even de 2-1 binnen. Toen kwam Stefan de Vrij met een lullige bal die zo het eigenlijke doel inging vanzelf. Een beetje sneu was dat. Ja, ik vond dat best wel een mooie trap van Wesley. Van Wesley wel, maar het zag een beetje uit van die gast van de Vrij dat hij dacht, oh, een bal, oh. Zo, en toen knalde hij toevallig erin. Nog een keer? Nee. Maar goed, dat ging lekker inderdaad. Ja. Dus toen stonden we opeens al met 3-1 voor. Wow. Yeah. En even kijken. Ja, toen kwam eigenlijk die 4-1. En dat was volgens mij weer van Persie. Dat was echt heel lullig voor Iker Casillas. Die keeper die speelt hem even iets te ver voor zich uit. En ja, ik ben zelf keeper geweest voor 9 jaar of zo. En ik weet dat het heel lullig is. En daarna het allermooiste, de genadeklap. Jawel, van Arjen Robben. Dat was toch wat dat ik dacht van, ja, Spanje, daar ben je misschien wel 2 keer Europees kampioen en wereldkampioen geweest, maar hier heb je niet van terug. Dankjewel voor je komst, jongeman. Ja, nou, dan gaan we weer door met films kijken, denk ik of zo. Ga maar iets leuks doen. Dag! Eindelijk een beetje ruimte hier. Anouk, wil jij met deze dames praten over hoe het allemaal geweest is? Bedankt, hè. Natuurlijk, doei! Meiden, maar jullie hebben natuurlijk ook naar het WK gekeken, neem ik aan. Hoe was het bij jou? Ja, we zaten daar met z'n 3 op de bank, want mijn zus was er niet en mijn broertje ook niet. Dus het was lekker rustig, maar ja, met mijn moeder op de bank blijft het niet rustig, die schreeuwt het uit. Dus het was wel heel gezellig. Die was echt fanatiek, hè? Ja. Ga je niet meer. Maar jij hebt ook een leuk filmpje voor ons gemaakt, toch? Ja. Even kijken. Ja. Oké, top. En jij, wat heb jij gedaan met het WK? Ik was eigenlijk uit eten, dus ik was niet echt van plan om het te gaan kijken. Maar toen kwamen we de 23ste minuut of zo, kwamen we thuis en toen scoorden ze eigenlijk vlak daarna. Tenminste, de eerste doelpunt van Spanje werd gemaakt en toen dacht ik, nou dan blijf maar kijken. En daarna bleven we maar schreeuwen en de hele buurt en alles was, ja. Gekke huizen. Ja, bij mij ook. Ik was dus een edel en er waren echt iets van, heel veel mensen. Maar het was echt bizar. Iedereen ging uit zijn plaat, bier werd in de lucht gegooid. Echt, we gingen dansen met z'n allen. En het is echt fantastisch. Ik was zo enthousiast. Ik was zo blij, maar ik was ook zo boos toen Spanje scoorde. Oh, niet normaal. Ja, boos. De sfeer was bij ons meteen zo. En daarna in die 44ste minuut was het ja, we gaan winnen, we zijn gewoon kampioen. Ja, nog niet echt, maar we gaan het wel doen. Weet je, zo. Ja, ik had ook een beker gevonden en die heb ik de hele avond zo vastgehouden. Ik was echt zo voetbal. Ja. Ik was echt een voetbalsporter. Hey, maar hebben jullie... Wat wil jij zeggen? Nou, of die meiden blij verrast zijn om te scoren. Hadden jullie dit verwacht? Eerlijk gezegd niet. Na de eerste doelpunt van Spanje was ik een beetje van, gaat dit nog wat worden? Ik denk het niet, maar daarna... Ja, toen had je er wel weer vertrouwen in, hè? Ja, inderdaad. Ja. En jij? Had je het verwacht? Bij mij precies hetzelfde eigenlijk. En kijken jullie veel voetbal normaal of is het alleen omdat WK's en de familie kijkt, kijk je maar een beetje mee? Ja, ik kijk nooit voetbal. Nee, echt nooit. Zijn we meisjes voor, hè? En jij? Nee, ook niet. Echt niet. Maar nu wel, toch? Nu ga je wel van ja, die kijken, hè? WK wel. Ja, we moeten ze echt aanmoedigen, want ze moeten gewoon winnen.
Wil je nog weten hoe ik het heb gefilmd? Sorry. Ja, vraag maar. Ja, ik heb het filmpje al gezien, maar ik wil natuurlijk zeker weten hoe jij het gefilmd hebt, Nana. Vertel. Die mensen thuis weten dat dan niet. Ik was bij een goede vriend in Purmerend, dat je denkt, waarom in Purmerend? Maar goed, daar. Met 40 mensen was echt onwijs leuk. Je ziet allemaal die mannen nu. Ja, waarschijnlijk gaat het filmpje overheen. Zie je al die mannen. Ja, ja! Dat is echt heel leuk. 40. Maar ook heel veel vrouwen, hoor. Leuk verhaal, hè? Ja. Zullen we anders hebben over jouw parodie, Anouk? Daar moeten we het ook nog over hebben, hè? Ja, nou, voor de kijkers die natuurlijk fanatiek kijken, die hadden het al meteen gezien. Die hadden ook wel meteen door dat ik het was. Maar ik heb inderdaad Rita Ora opgenomen met het liedje I Will Never Let You Down. Voor Music Store. Laten we er eerst even naar kijken. Ja. I am pretty sure that this will be a fashion trend. Fashion. Why are you putting more makeup on? That's something I don't recommend. Stay away with all the junk. Stop smearing it on my face. On my face. This is a disgrace. Nou, je zag er ook niet uit, Anouk. Jeetje, met de lipsticks. Wat vond je ervan om te doen? Ja, nou, ik vond het wel echt superleuk. Kijk, ik zing al heel veel en heel veel mensen weten dat niet. En jullie weten dat waarschijnlijk ook niet. Maar ik vond het superleuk om te doen. Ja, en ik moest wel een beetje wennen aan het clownspak en al die zooi die op mijn gezicht kwam. Still looking good. Oh, thanks. Yeah. Nou, ik heb mijn best gedaan. Als jullie het dus echt superleuk vinden, ga het even checken. En laat het me weten, want dan ga ik er nog wel meer opnemen. Dames, dank jullie wel dat jullie er waren. Het was kort maar bondig. Superleuk. Manon en Simone, kijk even hun kanalen. En wij doen nog een collab morgen. Dus op onze kanalen kun je dat vinden. Hiernaast vind je twee video's van afgelopen zaterdag. Eentje met Anouk en Darcy. En eentje met mij en Erik. Dus zeker even kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dikke duim omhoog. Wat is dit? Dikke duim omhoog. Dikke duim omhoog. Zie je volgende week. Hoi.